Op het veldje naast de luchthaven van Deurne nemen de Borgerhout Squirrels het op tegen de Royal Greys uit Merksem. De vliegtuigen zweven even laag over het terrein als de baseballen en tegen ongeveer dezelfde snelheid. Ashley is een van de pitchers van dienst en die gooien zo'n bal toch tegen een slordige 100 km per uur. Ja, strijken gooien, dat is het belangrijkste. Proberen de bal in het veld te brengen, zodat anderen erop kunnen slaan, dat de rest de outs kan maken. Dat is het belangrijkste dat de pitcher moet doen. En de man die de worpen van de pitchers vandaag moet inschatten, dat is Ivan. Rakelings over de plaat is altijd strike. Naast de plaat is altijd bal. Hoogte wordt ook bepaald door mijzelf. Dus dat is allemaal een bepaling dat u maakt op het moment van het aankomen van de bal. Hoe moet ik het uitleggen? Dat is een roeping feitelijk voor een paar te worden. Beide teams beschikken ook over een dosis Latijns-Amerikaans talent. Zoals José Luis, die jaren meedraaide aan de top van de sport in Cuba. Dat is een passie daar. Een beetje vergelijkbaar met het voetbal hier. Dus iedereen in de straat speelt baseball. Baseball is in de hart van de Cubaanse mensen, dus het is traditie. En dan is er nog de Venezolaan Alexis, die ook een verleden bij de Deurne Spartans en de Mortsel Stars heeft. My wife, my children, was there. It's really, really hard for that, but we working for help a lot because in Venezuela is a lot of problem now. We try to come in, also with my family, make our life here. In future, it's not about me, about the children. Al de vrije tijd van Alexis kruipt in de club. En dat is hier geen uitzondering. Iedereen hier leeft voor het baseball. Ik baseball al 48 jaar. Sienta, Brian, sienta. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Amerikanen naar hier gekomen. Hebben baseball eigenlijk naar België gebracht. Ik was toen ik geboren werd, kleine Uki, en ben zo mee in het baseballwereldje gerold, zeg maar, ja. Baseball is mijn passie, is mijn spirituele relax, is alles voor mij. Bedankt. Ja.